Wat is opwekking? Opwekkend, opgewekt, wat klinkt dat positief? Maar opwekking in de zin van uit je doodslaap opgewekt worden, in de zin van wat de Bijbel zegt. Ontwaakt gij die slaapt en stopt op uit de doden en Christus zal over u lichten, dat veronderstelt wel een negatieve kant. En daar wil ik het over hebben. Wat is opwekking? Opwekking in de zin van een geestelijke opwekking in de gemeente wil zeggen dat er een nieuw leven komt in de gemeente. En dat veronderstelt dat er sprake is van een dodigheid in de gemeente. Opwekking is eigenlijk het opzienbarende van wedergeboorte dat doorgaans in de stilte gebeurt wanneer iemand onder de prediking getrokken wordt tot de Heer Jezus. Dat hoeft niet zo opzienbarend te zijn. Dat wordt dan meer uitgewerkt in de binnenkamer. Maar wanneer er echt een opwekking komt, dan zijn die symptomen van de wedergeboorte veel krachtiger, veel opzienbarender. Als er dan sprake is van overtuiging van zonde, dan wordt er geroepen wat moeten we doen om zalig te worden. Zoals in Handelingen 2, dat we dan lezen op de prediking van Petrus. Toen hij aangaf dat ze schuldig waren, dat ze Christus gekruisigd hadden. Lieve mannen, mannenbroeders, wat moeten we doen? Ze werden verslagen in het hart. En dat is een kenmerk van opwekking. En die opwekking wordt gewerkt door de Heilige Geest, door het gepredikte woord. We lezen van opwekking in het Oude Testament, zoals ten tijde van Josia toen het wetboek gevonden werd van koning Hiskia toen er na zoveel jaren paasfeest gevierd werd. We lezen dat van Ezra toen hij uit de wet voorlas na de ballingschap in Babylonie en er vreugde was, maar ook verontmoediging. En zo zijn er ook meer perioden in de heilsgeschiedenis aan te wijzen die je kunt brengen onder de noemer van opwekking. Maar nu de pinksteruitstorting, dat was toch een heilsfeit? Eenmalig? Ik denk niet dat het juist is. Dat je dat op dezelfde lijn moet stellen. als de opstanding en de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Want het gebeuren heeft zich meermalen herhaald. We lezen ook in Handelingen 4: dat het huis schudde op de grondvesten. vanwege de kracht van de Heilige Geest. Dus we kunnen niet zeggen dat die krachten er niet meer zijn. En ook de mening dat de. Krachtige werking van de Heilige Geest beperkt moet blijven tot de tijd van de Apostelen. Snijdt geen hout. Want ook in de eeuwen daarna heb je nog dezelfde symptomen gehad. Als ten tijde van de eerste Christengemeente ook vonden genezingen plaats en was er sprake van profetie. Maar ik wil het nu hebben voor opwekking in de zin dat een gemeente die ingezonken is dat gelovigen die van een plek af zijn, dat die tot nieuw leven komen door het gepredikte woord. En die opwekking is een soeverein werk van de Heere, maar is wel een werk waarom gebeden moet worden. De Heere schijnt alleen een herleving op het gebed. Als er gelovigen bij elkaar mogen komen, zoals de 120, voordat de Pinksteruitstorting plaatsvond, met de vrouwen bij elkaar waren om te smeken om de vervulling van de belofte, dat de Heer grote dingen zou doen. Zo kan de Heer ook in de gemeente twee of drie mensen of meerdere geven, die met elkaar gaan bidden, die als het ware zien wat het gemis is, wat de nood is, en dat is eigenlijk het begin van een opwekking: dat je ook de nood mag zien, dat je de diagnose mag stellen. Maar ook dat je de vinger naar jezelf mag wijzen, niet wat er allemaal mis is in de gemeente, ook niet naar de voorganger, maar in eerste instantie dat je ook de schuld als het ware van de gemeente meeneemt, met elkaar in de binnenkamer en zo met elkaar gaat smeken om een herleving. Het kan een tijd duren voordat de Heer dan ook het gebed verhoort, maar juist is het gebruik maken van Zijn belofte vanuit het Woord is nu juist de Heere zo aangenaam om te zeggen, Heere God, u hebt dat toen gedaan, wilt u dat ook nu doen? Omdat de beloften die in het Oude Testament staan, en ook in het Nieuwe Testament, die niet alleen voor Israël gelden, maar ook voor de Nieuw Testamentische Kerk van de heidenen, die ingelijfd zijn in Israël, en die ook mede-erfgenamen zijn van de belofte. Om zo daarmee bezig te mogen zijn, dat de Heere evenals ten tijde van de apostelen en daarna, nog grote dingen gaat doen en dat de Heere ook de spiegel ons voorhoudt, daar zijn ook de zeven gemeenten in de openbaring van Johannes, zijn daar nuttig voor om toch onszelf de spiegel voor te houden, tot welke gemeente behoren wij en wat ontbreekt eraan, zijn wij echt de gemeente van Laodicea, Laodicea, Lau. Nog heet, nog koud, ik zal u uit mijn mond spuwen, en dat we dan toch mogen pleiten op de belofte dat de Heer in zal komen als wij gehoor mogen geven aan zijn, ops aan zijn roepstem en met ons maaltijd wil houden. Opwekking vanuit de nood van onze situatie, vanuit het roepen tot God, kan dat effect geven. Op zijn tijd en op zijn wijze, dat er velen tot geloof komen, dat er een verdieping komt van het geestelijke leven onder Gods kinderen, zullen we daar niet naar verlangen? Is dat niet de moeite waard in deze tijd van verschraling, in deze tijd van recessie, van crisis? Juist ook zijn dat symptomen die erop wijzen dat de Heer ons op de knieën wil brengen om zo te vertrouwen op Hem alleen. Onze zonden te beleiden en de toevlucht te mogen nemen tot de Heer Jezus Christus, die het hoofd van zijn gemeente is, en die van ons verlangt dat we uit Hem leven, dat we met Hem leven, dat we Hem gehoorzaam zijn. Opwekking, wie verlangt daar niet naar?